Goedemiddag, ik ben Dirk Gerards. Ik ben emeritus hoogleraar taalkunde van de Universiteit van Leuven en lid van de Kantel. En waar ik het met u over wil hebben, dat is een van de vragen die Walter daarnet ook opgeroepen heeft, namelijk wat kan generatieve artificiële intelligentie ons vertellen over taalmodellen, zoals we die in de taalkunde behandelen? Want we zijn het er natuurlijk allemaal over eens, de taalvaardigheid van generatieve AI is verbluffend. Nu, voor ik tot het eigenlijke punt kom, wil ik een paar dingen vermelden die ik niet ga doen. Ik ga geen overzicht geven van hoe goed artificiële intelligentie is op verschillende onderdelen van de taal. Dat zou betekenen dat je een onderscheid maakt tussen hoe goed zijn de modellen voor syntaxis, hoe goed zijn ze voor semantiek en zo verder. Daar bestaan allerlei overzichten over en ik verwijs hier naar een paar artikelen waarin u meer kunt vinden over dat perspectief. Op een van die artikelen kom ik dadelijk nog wel terug, want dat is wel van belang voor wat ik wil vertellen. Wat ik ook niet ga doen, is een overzicht geven van... Zo, Peter? Oké, dus wat ik dan ook niet ga doen is vertellen hoe we AI kunnen inzetten in taalkundig onderzoek, want dat is ook een heel domein. Maar waar ik me dan wel op wil concentreren is de vraag hoe eventueel een onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende taaltheoretische modellen op basis van de prestaties van generatieve AI. En daarbij wil ik me dan vooral concentreren op een punt dat Walter daarnet ook noemde, namelijk de verwerving van taal. En zoals velen onder u zullen weten, hebben we daar in de voorbije 70, 80 jaar vooral over gedacht in termen van twee concurrerende modellen. Aan de ene kant hebben we het Chomskiaanse taalverwervingsmodel, dat hoort dan thuis in de generatieve taalkunde, waarbij de basisgedachte uitgaat van het zogeheten poverty of stimulus argument. Dat wil zeggen, als we kijken naar het taalaanbod waar kinderen aan onderworpen worden, aan blootgesteld zijn, dan is dat taalaanbod volgens deze redenering veel te beperkt om te verklaren hoe kinderen hun taal kunnen leren. Kinderen leren meer taal, ruim geformuleerd, dan wat in hun taalaanbod aanwezig is. En de redenering is dan, dat betekent dat wat dat taalaanbod doet, er eigenlijk vooral op neerkomt dat een genetisch verankerd taalvermogen getriggerd wordt, dat gestimuleerd wordt en zo via uiteindelijk een biologisch rijpingsproces tot ontwikkeling komt. Dus, taalaanbod activeert genetisch verankerd taalvermogen. Daar staat dan een alternatief taalverwervingsmodel tegenover, waarvan onder andere of met name ook Michael Tomasello een van de grondleggers is, wat dan in een andere stroming binnen de taalkunde hoort, een taalgebruiksgebaseerde taalkunde. Daar is het idee dat taal verworven wordt door patroonherkenning in het taalaanbod. Wat dan bijvoorbeeld betekent dat frequentieverschijnselen in dat aanbod een rol zullen spelen, in de zin dat de stappen waarmee een kind bepaalde patronen in een taal aanleert, afhankelijk kunnen zijn van de frequentie waarmee het kind die verschillende patronen in het specifieke taalaanbod ervaart. Er komt nog een tweede belangrijke pijler bij, namelijk dat dat verwervingsproces aangedreven wordt door sociale interactie van het kind met opvoeders, verzorgers, ouders. Nu, tussen die twee modellen heb je, als je het een beetje analytisch bekijkt, heb je dus een aantal dimensies waarop ze van elkaar verschillen. Je hebt uiteraard een duidelijk nature versus nurture onderscheid. Dan heb je een verschil waarbij je kunt zeggen, het Chomskiaanse model, zullen we maar zeggen,
gaat ervan uit dat het aanbod, dus het specifieke aanbod waar een kind mee te maken heeft, relatief neutraal is ten opzichte van het verwervingsproces, terwijl dat in het andere geval juist een specifieke rol speelt in het verwervingsproces. Aan de ene kant heb je een model van biologische rijping, aan de andere kant een model waarbij sociale interactie de eigenlijke driver van de eigenlijke motor van de ontwikkeling is. Je hebt aan de ene kant een model waarbij je uitgaat van een genetische basis die typisch is voor taal, niet voor één specifieke taal, maar voor taal in het algemeen. Terwijl je aan de andere kant een model hebt dat een algemene, generische basis veronderstelt, omdat dat verwervings-, dat patroonherkenningsmechanisme niet specifiek is voor taal. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen toegepast worden op het aanleren van gebaren. Dan heb je, en dat wordt in het vervolg van, van mijn verhaal wel vrij belangrijk, je hebt aan Chomskyaanse kant een modulair idee. Dat wil zeggen, taalkennis wordt beschouwd als een apart pakketje binnen het geheel van de cognitieve vaardigheden, terwijl in het andere model die vaardigheden, die verschillende cognitieve vaardigheden onderling veel meer met elkaar samenhangen. Dus je krijgt daar een meer geïntegreerde visie. Ten slotte kun je dan nog zeggen dat je aan de ene kant een benadering hebt die wat meer regelgebaseerd is, wat de opvatting over taal betreft, terwijl aan de andere kant, en dat hebben we daarnet ook al duidelijk gezien, probabilistische verschijnselen, dus waarschijnlijkheden, een belangrijke rol gaan spelen. Nu, als je dan ChatGPT bijvoorbeeld afzet ten opzichte van dat onderscheid tussen die twee modellen, dan kun je dus de stelling naar voren brengen dat de door generatieve AI verworven taalvaardigheid het gelijk aantoont. Het gelijk aantoont van dat taalgebruiksgebaseerde model van taalverwerving. Waarom? Als je aan die verschillende dimensies denkt, dan zie je dat een aantal daarvan heel duidelijk afgevinkt wordt door generatieve AI. Het is natuurlijk een aangeleerde, niet zozeer een reeds op natuurlijke wijze aanwezige kennis. Het is aangeleerde kennis, dat is heel duidelijk. Die kennis is ook aanbodspecifiek. In de zin dat het specifieke corpus dat je gebruikt om je modellen te trainen, het succes zal bepalen van de output die je kunt realiseren. Het is een verwervingsproces dat een generische basis heeft, namelijk in dat probabilistische leermechanisme dat niet specifiek voor taal geldt. En het is uiteraard een probabilistisch model, omdat het basismechanisme, zoals we gezien hebben, er één is van opgebouwde waarschijnlijkheden. Dus je zou kunnen zeggen, oké, we zijn rond. Dit model laat duidelijk zien dat taalverwerving... dat taalverwerving op een manier gebeurt die niet Chomskyaans is. Nu is het denk ik niet zo eenvoudig, want je zou een aantal tegenargumenten kunnen vermelden en die wil ik even overlopen. Een eerste tegenargument is door Chomsky zelf geformuleerd. Ja, sorry, maar ik zit in de nasleep van een verkoudheid, dat is duidelijk te merken. Chomsky heeft onder andere, dit haal ik uit een interview, het volgende gezegd: The large language models have a fundamental property which demonstrates that they cannot tell you anything about language and thought, namely they work just as well for impossible languages as for possible languages. You give them a data set that violates all the principles of language, it will do fine, doesn't make a distinction. Ja, dat is een beetje een flauw argument, denk ik, omdat er een zekere circulariteit in zit, want je moet je hier natuurlijk de vraag stellen, ja, die principles of language, die zouden beperken welke talen geleerd kunnen worden. Wat is dat dan precies? En als je dan zou doorvragen bij Chomsky, dan zijn dat natuurlijk net die genetische kenmerken waarvan hij veronderstelt dat ze impliciet aanwezig zijn. Dus
om hier echt een deugdelijk argument van te maken, zou je nog wel een stap verder moeten gaan, denk ik. Dus dit laat ik voorlopig even terzijde als een in eerste instantie niet zo overtuigend argument. Tegenargument. Een tweede tegenargument. En hier kom ik nu terug op een stelling die naar voren gebracht is in een van die artikelen waarnaar ik verwees. Het tweede argument kan zijn dat de prestaties van modellen zoals ChatGPT wijzen op een onderscheid tussen formele linguistische kennis en algemene functionele kennis. En dat dat dus zou passen in een modulair model van taalkennis. En u moet zich herinneren, dat modulaire model, dat vonden we aan Chomskyaanse kant. In dat artikel wordt het als volgt geformuleerd. Formal linguistic competence is the ability to get the form of language right. And functional linguistic competence is the ability to use language to accomplish things in the world. Nu, in dit artikel wordt dan ook gesuggereerd dat een aantal onvolkomenheden van met name dan die foundation models, dus de basis van ChatGPT, zonder alle uitbouw waar Walter het daarnet ook over gehad heeft. Als je naar de onvolkomenheden van die modellen kijkt, dan zie je dat die zogezegd aan functionele kant liggen. En daar bestaan dan een aantal types van. Dus ik ga misschien een paar voorbeeldjes proberen te geven van wat daar zoal onder valt. Eén type is formeel logisch redeneren. Dus je kunt het volgende vragen. Bij de vertrekhalte zitten 20 mensen in de bus. Bij iedere volgende halte stappen telkens 4 passagiers uit en 1 op. Hoeveel mensen zitten nog in de bus bij de 6e halte? Dat los je op door stapsgewijs te rekenen uiteindelijk. Dat is ook wat het programma doet. Laten we dit probleem stap voor stap aanpakken. Bij de eerste halte zijn er 20 mensen in de bus. Bij elke halte stappen er 4 uit en 1 persoon in. Bij de tweede halte zitten er dus 20 min 4 plus 1 is 17 mensen. Volgende stap, 14 mensen. Dan zegt hij en zo verder. En dan komt hij uit bij de 6e halte is het aantal mensen in de bus 14 min 4 plus 1, 11 mensen. Hij heeft gewoon een paar stappen overgeslagen. Tussenstappen gemist. En je zou kunnen zeggen, misschien is dat een adequate beschrijving van de lijn. Daar heb ik het niet over. Maar als redenering klopt het niet. Dus dat is een hiaat, dat is een probleempje in de mogelijkheden van het programma. Een tweede type van onvolkomenheid is wereldkennis. En die is, die kunnen we ook illustreren met dat busvoorbeeld. Ik heb nu 3 busvoorbeelden genomen, zoals u duidelijk zult zien. Er zitten 3 passagiers in de bus. Bij de volgende halte komen erbij een professor met een student, een fotograaf met een statief en een dokter met een patiënt. Hoeveel mensen zitten er nu in de bus? Dat is vrij eenvoudig. Hij doet dat goed. Het programma doet dat goed. Niet antropomorfiseren bij voorkeur. Bij de volgende halte komen erbij een professor met een student, 2 mensen, een fotograaf met een statief, 1 mens. Het statief is geen mens, uiteraard, en een dokter met een patiënt. Goed gezien, dus die wereldkennis is er. Maar dan komt hij uiteindelijk toch uit op 8 mensen in de bus. Ja, maar het punt was dat er natuurlijk ook nog een chauffeur in zit. Oké, ik geef toe, dat is misschien een strikvraag en mensen zullen dit misschien ook niet helemaal goed hebben. Maar er zijn ook andere voorbeelden van waar het misgaat met wereldkennis. Die wereldkennis is ook niet stabiel, dat weten we ook. Afhankelijk van de omstandigheden komt er wel eens een ander antwoord uit dan wanneer je ongeveer dezelfde vraag op een ander moment stelt. Dus er is zeker nog verbetering mogelijk aan de kant van de wereldkennis. En dan een derde type van functionele onvolkomenheid, en ik denk dat die vrij belangrijk is, ligt op het niveau van pragmatiek en sociale interactie. En daar vraag ik dan, er zitten 3 passagiers in de bus.
Bij de volgende halte komen erbij een professor met een boekentas, een dokter met een patiënt en een modeontwerper met een mannequin. Hoeveel mensen zitten er nu in de bus? Denkt u daar maar eens even over na. En wat hij dan doet is als volgt redeneren. Een professor met de boekentas is één mens, de boekentas is geen mens. Een dokter met een patiënt, twee mensen. Een modeontwerper met een mannequin, de mannequin is geen mens. Ja, oké, maar daar zitten we natuurlijk met een polysemie van mannequin. Want dat kan zowel een modepop zijn als een model. En de gedachte is dan dat je in een normale conversatie, een conversatie waar dan echt pragmatiek een rol in gaat spelen, dat de gesprekspartner anticipeert of inspeelt op de uitspraken van de andere gesprekspartner. En dat je in dit geval dus misschien veel eer een vraag zou krijgen van het type, maar wat bedoel je in de vraag met mannequin? Denk je aan de modepoppen of denk je aan het model? En dat type van anticiperen, dat zit er duidelijk nog niet in. En het wordt zelfs erger wanneer je dan doorvraagt. Dus wat ik dan vervolgens gedaan heb, en dat is natuurlijk ook een beetje oneerlijk als vraag, maar wat ik vervolgens als vraag gesteld heb is, ja, maar kan mannequin niet ook modepop betekenen? Terwijl het programma zelf natuurlijk eigenlijk impliciet die betekenis al toegepast heeft. En dan zegt het programma, ja, mannequin kan inderdaad ook modepop betekenen. En als dat het geval is, stelt de mannequin niet als een persoon. Ja, maar dat deden we daarnet ook al niet. Dus daar raakt het programma eigenlijk de conversationele draad kwijt. Dus, er zijn dus, nu kom ik terug bij de redenering van Mahuald. Er is een onderscheid tussen formele en functionele kennis. En dat onderscheid ondersteunt het idee van modulariteit. We suggest that models that succeed at real-life language use will need to be modular, mimicking the division of labor between formal and functional competence in the human brain. Ja, dat lijkt een sterk argument, maar het is natuurlijk heel vreemd dat dan juist die module die de formele taalkennis ondersteunt, die dus eigenlijk taaltheoretisch gezien de meest Chomskiaanse module is, op een volstrekt on-Chomskiaanse manier geleerd wordt. En dus misschien ondersteunt dit tot op zekere hoogte wel het idee van modulariteit, maar de verwerving van die modulariteit is ook wel weer niet precies wat je volgens het Chomskiaanse model zou verwachten. Dus dit tweede tegenargument is ook niet zo sterk. Het eerste was al niet zo sterk, het tweede was ook niet zo sterk. Het derde is denk ik het sterkste. Dat is namelijk een tegenargument dat impliciet teruggaat op dat poverty of stimulus argument van Chomsky. En waarbij dan gezegd wordt, het taalaanbod dat nodig is om generatieve artificiële intelligentie te doen werken, dat is gigantisch in vergelijking met kindertaalverwerving. 1500 miljard woorden. Ja, dat krijgt een kind nooit voorgeschoteld. Dus de redenering is dan, dit toont dan aan dat kindertaalverwerving toch nog wel degelijk op andere principes gebaseerd is dan alleen maar op tekstverwerking, bij manier van spreken. Ja, ik denk dat dat klopt, maar ook dit is op zich nog geen argument voor een Chomskiaanse benadering. Waarom niet? Wel, het hele punt is natuurlijk, wat zijn die andere principes? Ja, dus het argument, kinderen verwerven taal met veel minder input dan die grote modellen waar we het over hebben, dat zegt nog niks over het gegeven of over de vraag wat dan de aard is van die supplementaire principes die erbij komen, dat extraatje dat kinderen hebben. En het is denk ik in tegendeel zo dat je zou kunnen beargumenteren dat als je, en daarom ben ik ook wat langer blijven stilstaan bij die verschillende types van onvolkomenheden. Als je daar nog even naar terugkijkt,
En dan zou je dus kunnen zeggen, kijk, dat een systeem met beperkingen op de wereldkennis en met heel beperkte sociale interactievaardigheden zoveel meer textuele input nodig heeft om iets te leren dan een kind, dat is juist te verwachten vanuit het taalgebruiksgebaseerde model. Want zoals ik daar straks zei, dat model is op twee pijlers gebaseerd. En ik haal ze er nog eventjes bij. Enerzijds probabilistische analogiewerking toegepast op het linguistische aanbod. En ten tweede verankering van de leerprocessen in lichamelijkheid, sociale interactie, ervaring van de wereld, wat dan soms ook wel experiential grounding genoemd wordt. En ik denk dat we dus met enige voorzichtigheid, want dit moet allemaal nog verder onderzocht worden, maar dat we dus kunnen concluderen dat de successen van generatieve AI de eerste pijler ondersteunen. Datagebaseerd leren van taal is inderdaad wel mogelijk, maar kent bepaalde beperkingen. En de tekortkomingen van generatieve AI wijzen dan op het belang van die tweede pijler. Natuurlijk, zoals ik zeg, je moet dat dan verder onderzoeken. En hoe kun je dat verder onderzoeken? Je kunt dan een aantal van die dingen gaan doen die Walter daarnet in zijn verhaal ook verteld heeft, namelijk de programma's nog versterken. Dus je kunt in zekere zin gaan proberen om de grenzen van het systeem te verleggen, om er zo achter te komen wat, om het zo maar te noemen, wat onze residuele menselijkheid is. Ja. Waarin ligt onze uniciteit nog wanneer we het systeem verder en verder brengen? Ik heb een paar mogelijkheden opgeschreven waarin dat kan gebeuren, maar omdat dat grotendeels aansluit bij punten die daarnet in de vorige lezing ook verteld werden, ga ik dat ook in het belang van de koffie uiteraard maar eventjes overslaan. En dan kom ik meteen bij mijn conclusie. Een conclusie die een beetje een variant is op het idee van de filosofische zombies. Ik suggereer dat we over large language models, over het taalvermogen van large language models, moeten denken in termen van dubbelgangers, van het feitelijke en natuurlijke taalvermogen. Een dubbelganger in de zin dat het gaat om een systeem dat bijzonder gelijkend is op het menselijke taalvermogen, maar toch ook intrinsiek verschillend. En daar volgen dan uit die bedriegelijke gelijkenis volgen een paar dingen. Daar volgt denk ik ook een verklaring uit waarom we zo gefascineerd en misschien voor een klein stukje ook een beetje bedreigd naar die systemen kijken. Dat heb je met dubbelgangers. En tegelijkertijd, wat ik daarnet ook in de verf wou zetten, vormen ze een uitdaging om de menselijke uniciteit, de specificiteit van het menselijke taalvermogen nog beter te beschrijven. Tot slot wil ik eigenlijk ook nog vertellen, wat ik u niet wil onthouden, is dat ik het imitatiegedrag, want uiteindelijk is het dat ook, hè, dat het imitatiegedrag van die programma's ook bijzonder grappig kan zijn. Misschien vormt dat een mooie overgang naar de volgende lezing. Maar op een bepaald moment had ik het idee, ook een beetje aansluitend bij dat idee van die pragmatische kennis, zat ik met de vraag in hoeverre zijn dergelijke programma's gevoelig voor conversationele ironie. Want ik denk dat velen onder ons het erover eens zullen zijn dat gevoeligheid voor conversationele ironie een ultieme vorm van taalkennis is. Dus stelde ik de volgende vraag. O, alwijze, baken van begrip, vat van verstaan, grootmeester van geleerdheid, keizer der kennis, deus in machina, laat gij ook heden uw lichtvaardig worden over de duisternissen mijner inzichten? Oké. En ik moet zeggen, toen het antwoord kwam, was ik echt wel verkocht. Want dit is wat ChatGPT antwoordde.
Zeker mijn toegewijde zoekende. Vertel me, welke kennis tracht je te doorgronden? Hoe kan ik je bijstaan in je kwestie naar inzicht? Daar kun je niet tegen zijn.